Welkom bij Hulp voor Helpers, een pastorale cursus door Aad van der Zande voor Transworld Radio. Het thema wat ik nu graag met u wil gaan bespreken, luisteraar. Dat luidt Bijbelse waarschuwingen. Er zijn gelukkig ook heel veel Bijbelse bemoedigingen. Bijbelse beloften. Maar de Bijbel waarschuwt ook, met name over het onderwerp wat ons heeft beziggehouden, ook in de laatste uitzendingen. Ik wil beginnen met zo'n bijbelse waarschuwing. In Handelingen 26, vers 18, daar staat, en dat is. Om goed te onthouden, om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van Satan tot God. Er is één woordje wat heel belangrijk is en dat is dat kleine woordje en. Er wordt gesproken over bekering en over bevrijding van de macht van Satan. Ik denk dat heel veel christenen kunnen getuigen in hun leven dat ze tot bekering gekomen zijn uit de duisternis tot het licht. En dat ze van dat tweede, nog nooit hebben gehoord dat ze ook verlost moeten worden van de macht van Satan tot God. Weet u, ik ontmoet te veel Christenen die wel tot bekering gekomen zijn en die vaak nog vastzitten aan de zonden die ze zo gewend waren om te doen. In hun oude leven. Daarom is het soms nodig om met deze mensen opnieuw onze knieën te buigen en in de naam van de Heer Jezus hun te bevrijden van de macht van Satan tot God. Helaas worden ook daar weer zoveel fouten gemaakt. Waarom? Omdat zoveel hulpverleners soms de macht van Satan willen verbreken door handoplegging. Met het gevolg dat zelfs de hulpverlener door handoplegging besmet kan worden van datgene waar degene mee zit met wie zij bidden. Leg iemand die nog besmet of bezet is. door de macht van Satan. nooit de handen op. maar drijf het alleen maar uit. in de naam van de Heer Jezus Christus. Misschien is deze uitzending. in uw gehoor wat saaier. Dan de voorgaande uitzendingen. Waarom? Omdat ik u in deze uitzending Bijbelse waarschuwingen wil doorgeven. Dat betekent dat ik u een aantal teksten ga noemen en ik raad u aan om die bij misschien wel het herhalen van deze uitzending voor uzelf is op te schrijven en is rustig. Door te lezen. Ik ga u eerst een paar dingen noemen die u wel moet doen en daarna een paar dingen die u niet moet doen. In die lange psalm van de Bijbel, psalm 119, daar staat in vers 29: Doe de weg der leugen. Van mijn leven wijken en schenk mij genade. Nu, dat moet u dus bidden tot God en zeggen, Heren, neem die weg der leugen weg uit mijn leven. En natuurlijk moet u over die weg van leugen zelf een keuze maken en zeggen, Heren, die weg daar wil ik van wijken. Die wil ik niet meer gaan, maar ik kan dat alleen maar door de genade die u mij wil schenken. In dat dertigste vers van Psalm 119, daar zegt de Psalmist: Ik verkies de weg der waarheid. Ik stel uw verordeningen voor mijn ogen. Ik Verkies de weg der waarheid. Dat betekent dus dat we een keuze moeten maken voor de waarheid van het Woord van God en dat we heel duidelijk Gods verordeningen, Gods regels ons voor ogen moeten stellen en zeggen: Heren, dat wil ik lezen, daar wil ik. Aan denken. Dan staat er in diezelfde psalm in vers 130: Het openen van uw woorden verspreidt licht. Het geeft onverstandige inzicht. Wat een zegen dat we Gods Woord hebben, ook als een woord van waarschuwingen. Alleen, dan moet je wel dat woord van God openen. Dan moet je wel er een gewoonte van maken. om dat woord van God ook te lezen. En dat woord van God te overdenken. En wat gebeurt er dan? Dan ineens als je dat woord leest, dan merk je dat het licht verspreidt. Dat je inzicht krijgt in dat woord van God, en dat God een eens laat zien precies datgene wat Hij bedoelt om aan jou bekend te maken. De apostel Paulus zegt in Efeze 5, vers 11: En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken. Der duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Dat is iets wat we moeten doen: geen deel hebben aan de werken der duisternis. En wat zijn er een werken der duisternis die mensen doen, soms vrienden, soms familie, soms in ons eigen gezin. En hoe moeten we dat doen? Niet alleen maar door ervoor weg te lopen, maar Paulus zegt dat we ze moeten ontmaskeren. Dat betekent dat we die duistere werken aan het licht moeten brengen. Met andere woorden, dat we mensen moeten waarschuwen over dingen die verkeerd zijn. Dat is niet eenvoudig. U krijgt dan misschien wel de wind van voren. U krijgt misschien wel tegenstand als u gaat ontmaskeren. Ik ken dat uit persoonlijke ervaring: dat mensen kwaad werden als ik dingen zei die ze niet goed deden. En we hebben soms ook zelf die neiging om kwaad te worden als wij ontmaskerd worden door anderen. Nu een paar teksten die u niet moet doen. Er staat in Leviticus, hoofdstuk 19, vers 40. Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u geen gegoten beelden maken. Heel duidelijk staat daar wat u niet moet doen. U niet wenden tot afgoden. We zouden de vraag kunnen stellen, maar wat is een afgod? Ik zeg wel eens, een afgod is een god waar je van af moet. Maar wat is een afgod? Een afgod is datgene wat op de eerste plaats staat in uw leven, als de God van de Bijbel daar niet staat. Dat betekent dat God van de Bijbel op de eerste plaats moet staan. En als u moet ontdekken dat dat niet zo is, dan moet u daar van af. Paulus getuigt van de gemeente in Korinthe dat ze zich bekeerd hebben van de afgoden. Dat wil niet zeggen dat ze tot bekering tot behoud kwamen, maar ze keerden zich af van de afgoden die ze altijd hadden gediend. Dan staat er in Leviticus 19: Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten. Gij zult hen niet zoeken om u daarmee te verontreinigen. Ik ben de Heere. Uw God. Wat een trieste zaak. Dat mensen soms geesten. Van doden. Gaan raadplegen. Dat oproepen. Om met ze te praten. En daar raad aan te vragen. Maar wist u. Dat al deze geesten. Van doden. Niet de personen zijn die U heeft gekend, maar dat de demonische machten zijn die de naam en de gedaante van de persoon die U hebt gekend, nabootsen, imiteren en u daardoor nu juist in de duisternis terechtkomt, er staat in Jezaja 8: en wanneer men tot u zegt Vraag de geesten van doden en de waarzeggende geesten die daar piepen en mompelen. En dan betekent dat dat je in de duisternis terechtkomt. En God wil ons daar nu juist voor bewaren. In Leviticus 20. En het lijkt erop dat daar hetzelfde staat. En iemand. Die zich tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten wendt, om die overspelig na te lopen. Tegen iemand zal ik mijn aangezicht keren en uim uit uw midden uitroeien. En dat zegt de God van de Bijbel. Daar staat alleen nog iets achter. Daar staat, heilig u dan. En wees heilig, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Dat betekent, luisteraar, dat als u met deze afschuwelijke dingen in uw leven te maken hebt gehad, buig dan op dit moment uw knieën, heilig u in de betekenis, keer u af van de zonde. En keer u tot de levende God. Want God is een God. die u zo graag wil horen en verhoren. In Ezekiel 14, vers 6 staat. Zo zegt de Heere, Heere: bekeert u. Keer u af van de afgoden. En wend u af. Van al deze gruwelen. Als u zich bekeert, dan zal God u vergeven, luisteraar. God zegene u.